Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. In onze omgeving hebben we te maken met een band met bewolking boven het noorden van het land en opklaringen boven het midden en zuiden van het land. Meer wolken vinden we boven België, het noordoosten van Frankrijk, het zuiden en midden van Duitsland en ook boven de Alpen. En dat heeft te maken met een laagdrukgebied daar. Dat tolt daar rondjes en zorgt ervoor dat de lucht onstabiel is, zodat daar de komende 24 uur stevige regen- en onweersbuien kunnen gaan ontstaan. Die buien verplaatsen naar het noorden en midden van Italië, dus daar wordt het ook vaak slecht. In onze omgeving hebben we een hoge drukgebied en dat zorgt voor rustige condities. Vanavond en vannacht hebben we een noordelijk wind, hooguit matig, windkracht 4 aan zee. Verder zijn er opklaringen en soms ook wolkenvelden. En de temperatuur die daalt vannacht naar 10 tot 12 graden. Morgen blijft het droog, de zon schijnt geregeld, vaker dan vandaag en het wordt 17 tot 22 graden. En dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. En vrijdag blijft het ook nagenoeg droog. Het raakt wel in de loop van de dag bewolkt, maar pas in de avond kan er in het westen wat regen vallen. En dan wordt het 's middags 16 tot 20 graden. Van het weekend draait de wind geleidelijk aan naar het westen. Het wordt wisselvallig met van tijd tot tijd buien, wolken, maar de zon breekt soms ook door. Ik ben Diana Woei van Weerplaatsen.nl.